Vroeger kwam ik in een samenkomst, vaak in Amsterdam was dat. En de zuster, of de vrouw van de voorganger, die begroette ons altijd met: en broeder, in de blijdschap. En broeder, in de blijdschap. Zo vroeg ze iedere keer. Hè? En ik vond het een hele verontrustende vraag, want ik wist niet precies wat ik erop moest antwoorden. Ben ik in de blijdschap eigenlijk? En de laatste tijd ben ik erover aan het nadenken van, ja, blijdschap. Het is een kenmerk van het Koninkrijk der Hemelen. Hè? Er staat van, het Koninkrijk van God bestaat in vrede, gerechtigheid en blijdschap. Ik denk, joh, ja, vrede, nou ja, dat ken ik wel. En gerechtigheid, ja, dat is ook wel helder. Maar blijdschap, hè, ben ik wel blij. En ik weet niet of jullie blij zijn altijd. Wat gaan we nou toch krijgen? Oh. Ja. En dus ik heb me dat afgevraagd. Hè. Ben ik wel blij? En het is heel belangrijk dat je blij bent. Want een blijmoedig, hoe staat het er in Spreuken? Er staat een mooie tekst van, voor de blijmoedigen is het altijd feest, bijvoorbeeld. Nou, als je altijd blij bent, is het altijd feest. En een blij hart bevordert de genezing ook. He, dus als je, voor je gezondheid is het ook goed om blij te zijn. He, want een neerslachtig hart, dat is, staat ook in Spreuken ergens, dat is heel verschrikkelijk. He. Dat is voor je, nou ja, dat, je gebeente die gaat eraan ten gronde als je alsmaar neerslachtig bent. Dus het houdt me heel erg bezig en daar wil ik het vanmorgen eens over hebben. Zijn jullie allemaal erg blij, altijd? Is het, ik denk dan, ja, misschien wel, hè, Benjamin. Maar ik denk dat het toch een zaak is, van dat het toch heel belangrijk is dat we die blijdschap vinden. Hè? Dat kenmerk van het Koninkrijk der Hemelen. Want het zou wel geweldig zijn als alle christenen blije mensen zouden zijn. Het zou heel erg aantrekkelijk zijn, ook voor de buitenstaanders. Hè? Dat, joh, die mensen zijn altijd blij, wat de omstandigheden ook zijn. Hè? Hoe, wat, er ook altijd, wat er ook gebeurt, hè? Ze zijn altijd blij. Hè? We zitten allemaal in verschillende omstandigheden. Hè? Dus, en we kunnen blij zijn met de plaats waar we wonen. Hè? We kunnen blij zijn met het land waar we wonen. We kunnen blij zijn met onze familie. Hè? We kunnen blij zijn met de gemeente. En nou ja, kunnen op allerlei manieren kunnen we blij zijn in allerlei omstandigheden. Maar die omstandigheden die zijn heel erg betrekkelijk. Hè? Die kunnen heel snel veranderen. En je kunt van de ene omstandigheid in de andere zeilen. En dan, ja, dan is er geen reden meer om blij te zijn. Hè? En er zijn mensen die zijn in omstandigheden waar ze helemaal zich niet in thuis voelen ook. Hè? Allerlei toestanden in de wereld, in Syrië en Irak en zo, als je daar woont. En als je op de vlucht bent geslagen en je bent halverwege blijven steken ergens. Nou, dan is er geen enkele reden meer om blij te zijn wat de omstandigheden betreft. Ja, maar je hoeft niet in allerlei ellendige omstandigheden te verkeren, maar je kunt ook alles hebben wat je hartje begeert. En toch ook kun je neerslachtig zijn en je blijdschap ver te zoeken. En dan kun je natuurlijk proberen om dat op een of andere manier toch ergens anders te vinden. En dat zijn er ook, hè. Die zuilen, die gaan dan in de drugs, daar voelen ze even blij in. Of in de alcohol, of in de porno, of in nou, allerlei verslavingen. Maar dat is natuurlijk heel verschrikkelijk, want dat is nog erger dan dit. Hè, dat die omstandigheden die zijn heel erg wisselend, maar dit is... Weet je zeker, het is even en dan heb je een kater. Hè? Dus het is even dat je op de bergtop bent door allerlei chemische toestanden. Hè? Maar even later dan is het over en uit. En dan moet je weer opnieuw zoeken naar... Nou ja, dat is ik hoef je dat dan niet allemaal te vertellen hoe verschrikkelijk het is als je hier je blijdschap in vindt. Hè? Maar er is één plek waar je altijd blij kunt zijn. En dat is volgens de Bijbel dan ook. En dat is dus dat je blijdschap vindt. In, hè, daar heb ik het vanmorgen al over gehad, hè, in, dat je in Christus bent, dat je hier bent. En dat is onafhankelijk van de omstandigheden, hè, want dat kan overal, kun je in Christus zijn. En dat is ook, het,
Ja, als je de geschiedenis bekijkt, de christenen die hebben vreselijke dingen meegemaakt. Maar ze stonden zelfs te zingen op de brandstapel. Zo geweldig blij kun je zijn als je in Christus bent. Nou, en nou vraag ik me af, hoe krijg ik die blijdschap? Ik heb ernaar gezocht. En jongens, wat ontbreekt er dan bij mij eigenlijk wanneer ik niet blij ben? Want blijdschap, dat is niet iets wat je even onafhankelijk van iets... Dat je, nou, ik ga even blij zijn. Dat kan helemaal niet. Blijdschap is altijd een gevolg van iets. Blijdschap is altijd een gevolg van iets anders. Dus als je hier blij bent, dan ben je blij met omstandigheden. Dat is een gevolg van die omstandigheden waarin je zit. Ben je hier even blij, dan is het ook een gevolg van die omstandigheden waar je op dat moment in zit. Dat is heel tijdelijk. Maar dit is niet afhankelijk van de omstandigheden. En dat kun je overal, kun je dit beleven. Dat in Christus zijn kun je hier beleven, niet daar, maar wel hier. En overal waar je komt en wat de omstandigheden ook zullen worden, kun je altijd in Christus zijn. Ja, en dat is het geheim, hè, van hoe blijven we in Christus ook. En ja, in zijn tegenwoordigheid. Wat God betreft, die wil dat wel. Hè. Het is namelijk zo dat Paulus die heeft een keer gesproken tegen de Grieken in Athene. En daar heeft hij heel iets geweldigs gezegd. Ik vind het een van de mooiere teksten waar ik heel veel zegen van ondervind. Dat staat in Handelingen 17. Je kent die tekst wel, denk ik hoor. Handelingen 17. Ik heb het al vaak hier ook aangehaald, dacht ik, in een preek. Handelingen 17. En dan zegt hij tegen Grieken, die dus volkomen heidens waren en afgodendienaars en tot over hun oren in de occulte toestanden en zo. En dan zei hij iets heel, heel moois. En er staat dit, even kijken hoor. Hij was aan het wandelen geslagen in Athene. En toen had hij allerlei voorwerpen van hun verering gezien. En die tempels ook en zo. En dan zegt Paulus op een gegeven moment, de God in vers 24 van Handelingen 17 vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, is een Heer van hemel en aarde. Die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Dus het feit dat we hier zitten, dat geldt ook voor ons natuurlijk, wat voor die Atheners al gold. Het feit dat we leven, dat hebben we al te danken aan God. Het is een gave, een genade van God dat we leven. En dat we alles hebben en alles ontvangen wat we nodig hebben. Hij heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft hun de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. En waarom? Vers 27, dat is het geheim. Opdat zij God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten. Ja, maar God zoeken, waar doe je dat dan? Zegt Paulus, nou, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dus hier op dit moment leven we in God. Het is God aanwezig. God is hier aanwezig namelijk. En daar zijn we stekelblind voor, vaak. Die Atheners zeker. Maar Paulus zei, God is niet ver van een ieder van jullie. Want in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. En als je hem zoekt, dan vind je hem ook. Dat zegt Jezus ook iedere keer. Van als je zoekt, zul je vinden. Als je klopt, wordt opengedaan. En als je bidt, zul je ontvangen. Dus het is heel makkelijk, eigenlijk, wat God betreft, om hem te leren kennen. Alleen, het is de vraag wat willen natuurlijk. Wat zoeken we nou eigenlijk? Maar als we nou het besef krijgen van dit, dat dit het allerbelangrijkste is wat je kan vinden hier op aarde, dan is het een zaak van zoeken. En dan vraag ik me af, ja, zoek ik dan wel? Zoek ik God nog wel? En dan moeten we even kijken van eigenlijk dat we twee vensters hebben. We leven in twee werkelijkheden ook. Hè? Maar we hebben twee vensters en vooral tegenwoordig kun je het zo stellen. Dit is een monitor.
He, en dit is de Bijbel. Nou, dat zijn twee vensters die we ter beschikking hebben. He, we hebben een monitor, we hebben beeldbuis, we hebben een uitzicht naar alles wat in de wereld te koop is. He, dat komt allemaal via de beeldbuis tot ons en zo. Dat is voor ons heel makkelijk om te beseffen dat dat een venster is wat helemaal op de wereld gericht is. Zonder venster waren de mensen ook al op de tijdelijke dingen gericht, hoor. Die dringen zich aan je op, hoef je niet naar te zoeken, he, want je zit er middenin in al die tijdelijke dingen, de tijdelijke werkelijkheid, de zichtbare dingen. He, maar tegenwoordig is het geconcentreerd, komt het op ons af door het fernzee, het televisie. He, dus dat je alles ziet wat er in de wereld te koop is. Dat is onvoorstelbaar wat er allemaal zo op ons bord komt. En we hebben ook de Bijbel, maar ja, dat moet je ter hand nemen. He, de televisie, dat staat in de kamer, en dat dringt zich aan je op, je hoeft maar een knop om te draaien, een hele boel komt over je heen. He, maar de Bijbel, dat is iets waar je voor moet gaan zitten en waar je tijd aan moet besteden en waar je aandacht op moet richten. Maar dat is het venster naar de eeuwige dingen, naar de dingen die blijvend zijn. Dit is alle zichtbare dingen, die zijn tijdelijk, maar alle eeuwige dingen, die zijn blijvend. En het is de bedoeling dat we dus gaan kiezen, dat we zeggen, nou, waar kiezen we nou toch voor? En wat zoeken we nou eigenlijk? En dat is het gevolg is dus dat als je het een zoekt en het ander, kijk, je gevoel wordt heel erg bepaald door waar je naar kijkt en naar wat je zoekt. En we hebben het al in een kinderprogramma gezegd, hè, als je denkt aan, als je denkt aan je vakantie, ja, dan word je blij, hè? Dat is het gevolg van blijdschap. Hè? Dan ben je enthousiast. Hè? Maar denk je aan, als een kind, als je op bed ligt, aan dat er misschien wel een inbreker onder je bed ligt. Ja, dan hè? Als de kastdeur een beetje open staat. Hè? Dat had ik vroeger altijd. Hè? En later, toen ik wat groter was, maakte mijn broer daar heel bang voor. Hè? Dat in die kast dat er wel een kerel zou zitten. En dan stond het op een kiertje. En dan moest ik die kast dicht doen. Want hij lag te bibberen in bed van angst. Hè? Dan had je als kind had je er lol in dat je je broertje bang kon maken. Hè? Maar als je dus denkt aan dat soort dingen. Dan gaat het natuurlijk mis. Hè? Dan krijg je een heel akelig gevoel van. He, en zo is met blijdschap, dat is een gevolg van waar je naar kijkt. He, kijk je naar de dingen die tijdelijk zijn, dan word je daar vol van. Nou, daar kun je wel even blij mee zijn, maar het is dus een tijdelijke zaak. He, maar om blij te worden in de Heer, dan moet je echt naar zoeken, moet je op zoek gaan. He, dat is bij mij toch, moet ik me eerlijk zeggen, dat ik toch, ondanks al die jaren dat ik al met de Heer leef en dat ik zo bezig mag zijn, en dat ik toch merk dat ik toch kijk naar wat er allemaal in de wereld te koop is. Hè? Bijvoorbeeld die hele toestand met Trump in Amerika. Ik vind het allemaal zo vreselijk fascinerend. Dus mijn computer aanzet en dan ga ik naar YouTube en ga kijken wat die Trump dan weer allemaal heeft bekokstoofd. Hè? Ik vond het heel interessant vanaf het begin af aan al. Hè, maar ja, ondertussen gaat het dan wel ten koste van je zicht op de eeuwige dingen, merk ik. He, ik heb ook pas een boek in handen gekregen over Aalsmeer, waar ik ben opgegroeid. Een boek over al die oude verhalen van al die mensen die er woonden en zo. En al de gebouwen. En nou, de hele geschiedenis gaat erover. Nou, ik vind het vreselijk fascinerend om daarin te lezen. He, dus daar ben ik ook in aan het lezen. Ik denk, ja, maar het zijn allemaal dingen die toch hierbij horen. En dat gaat toch ten koste. Hiervan heb ik gemerkt. En daar ben ik op het ogenblik bezig. En ja, ik preek eigenlijk een beetje tot mezelf ook nu. Dat ik eigenlijk toch meer me moet bemoedigen om de dingen te zoeken die boven zijn. Want dat zegt Paulus in de Colossensebrief. Colossense zegt hij dat heel duidelijk. Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, en dat ben ik toch, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn. He, bedenk de dingen die boven zijn. Dat zijn de eeuwige dingen. Niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is geborgen met Christus in God. Ik ben gestorven aan mijn oude ik. Ik ben gestorven aan het leven voor mezelf.
Ik ben gestorven aan het leven zonder God. En ik ben opgewekt om voor God te leven. Want ge zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dus dat is de werkelijkheid wat God betreft. En daarom moet ik zoeken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Ja, mensen, wat zoek ik eigenlijk? En als ik dan naga wat eigenlijk de beloften zijn van het zoeken van God, hè, dan denk ik, ja, dat is toch heel simpel. Dan bijvoorbeeld in de psalmen zijn allemaal geweldige beloften ook, hè. Er staat bijvoorbeeld, even kijken, in Psalm 34, vers 6. Psalm 34, vers 6. 34, vers 6. En er staat dit. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij, vers 5. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. En dan vers 6, ze schouwen naar hem, ze kijken naar God, en ze stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schaamrood worden. He, dus als ik blijer wil worden, dat ik nu ben, en het moet een permanente blijdschap worden, he, want het is zo belangrijk, dan moet ik kijken naar... Ja, niet naar de beeldbuis, maar dan moet ik kijken naar de dingen van God. Hè. Dan moet ik God zoeken en naar hem opzien. En om hem te kennen, we hebben het al even gehoord, als we alles wat we over de Heer Jezus weten, als we hem zien, dan zien we de Vader. Dus als we willen weten hoe God is, dan hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken en hoe hij leefde en wat hij deed. Hè. Maar dan wordt het concreet, dan kun je echt naar God opzien. En als je dat doet, hè, dan staat er... Dan, ze schouwen naar hem en stralen van vreugde. En er staat in vers 16, vers 11, op Psalm 16, vers 11, staat er ook iets moois. Psalm 16, vers 11. Psalm 16, vers 11. En nogmaals, hoor, ik preek op het ogenblik tot mezelf. Hier mocht er blij bij zitten en een graantje meepikken. En er staat in hoofdstuk 6, in Psalm 16, vers 7... Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Zelfs 's nachts gaat hij door met me te onderwijzen. En in vers 8. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Dan sta je stevig. Je wordt niet heen en weer geslingerd, ook door omstandigheden, door alles wat er over je heen komt, aan tijdelijke dingen en zo, dan ben je stabiel. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En dan vers 11, gij maakt mij het pad van het leven bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig, dus... Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Dus als ik een overvloed van vreugde wil ervaren, dan moet ik kijken naar, opzien naar God. Hè? Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. En in 1 Petrus, sorry hoor dat ik een kikkertje in mijn keel heb. In 1 Petrus staat nog iets moois. 1 Petrus. Oh. Wat staat achter in de Bijbel, hè? 1 Petrus. Oh ja. 1 Petrus naar Hebreeën. Dan krijg je Jacobus. 1 Petrus. Oh ja. Vers 1. 1 Petrus 1 vanaf vers 8. Hem hebt gelief zonder hem gezien te hebben. In hem geloof je zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Waardoor?
daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. En waarom heb ik nou die overvloed van vreugde niet? Omdat ik te weinig besef dat het leven, ja, dat is, iedereen weet het wel natuurlijk, dat het met dit leven niet afgelopen is. Maar dat je dus zo'n besef hebt van als dat je dat uitzicht hebt op de zaligheid der zielen. En dat als het werkelijkheid voor je wordt, hè, dan verheug je je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Ik denk, nou, dan besef ik dat eigenlijk wel. Ja, ik weet wel dat ik behouden ben, maar dat mijn uitzicht is en dat ik daar me nu al zo in kan verheugen, hè, dat het een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde is, ja, dat heb ik eigenlijk wel nodig. Dus daar wil ik me in bemoedigen, om dat te zoeken ook. En in Jacobus staat ook nog iets anders, hè, van een heel wonderlijke tekst eigenlijk, hoofdstuk 1 vanaf vers 2, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in velerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, dat je daar blij mee moet zijn, ik zie er eerder tegenop dan dat ik er blij mee ben, maar er staat wel bij van wat dan het gevolg is, want je weet dat de beproefdheid van je geloof volharding uitwerkt. Ja, dus ook als je in allerlei verzoekingen terechtkomt, dan kun je er ook nog blij mee zijn, omdat je weet, het is niet voor niks. Het heeft gevolgen voor je geestelijke leven. Ja, je wordt er stabiel van en je wordt er sterk van. Ja, omdat de beproefdheid van je geloof, dat werkt volharding uit. En die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Ja, dus daar kun je zelfs ook nog weer je blijdschap in vinden, dat je weet van, oh wacht, heb ik. Moet altijd, iedere keer moet je weer verder kijken dan je neus lang is. Dus niet naar de omstandigheden op dat moment alleen. Nee, je moet kijken naar van wat daar weer de gevolgen van zijn. Het staat ook in de zaligsprekingen ook. Hè, van, hè, als je slecht behandeld wordt, of je wordt, hoe staat het erin? In Matthäus 5. Matthäus 5. Een rare preek eigenlijk. Hè? Matthäus 5. Ik zag er ook erg tegenop, moet ik zeggen hoor. Matthäus 5, even kijken hoor. De zaligsprekingen. De zaligsprekingen. Matthäus 5 en dan vers 11. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt. Nou, dat als je dat overkomt, dan ben je op dat moment niet even blij. Maar dan moet je weer verder kijken, dat je neus lang is, want Er staat een belofte bij. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben ze ook de profeten voor u vervolgd. Ja, nou, dat zijn allemaal geheimen die ik moet beseffen. Dat ik niet opzie tegen alles wat er op me afkomt, omdat ik Jezus volg. Maar dat ik me meer concentreer op de werkelijkheid van de belofte van God. Zodat ik staande blijf en dat ik niet onderuit ga. Ja, er staat een hele mooie tekst ook Nehemia. Nehemia. En er staat in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Voorts zeide hij tot hen, dat is een toespraak van Nehemia, hè. Ga heen. Eet lekker, eet lekkernijen en drink zoete dranken en zend aan ieder die voor wie niets bereid is hun deel. Want deze dag is voor onze Heer heilig. He, want ze waren erg verdrietig eigenlijk. He, dat op een of andere manier, dan moet je het eigenlijk in het verband lezen. He, wees dus niet verdrietig, want, en dan zegt hij, de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. He, en toevlucht, dat is niet een plekje waar je eventjes je verschuilen kan, maar het is hetzelfde woord als van de naam des Heer is een sterke toren. De toevlucht, dat is een plek waar je veilig bent en waar je onaantastbaar bent. Ja, ik heb het al eens een keer uitgelegd in een ander verband, hè, van de naam des Heer is een sterke toren, hè, en de rechtvaardige die ijlt erheen en is onaantastbaar,
Ja, als je in een toren, dat is een verdedigingswerk, hè, zo'n toren. Ik heb het wel zo getekend. Zo. Dit is een, hè, in het schaakspel heb je een toren, dat is dan niet een kerktoren, maar dat is een verdedigingswerk, hè. En met hele dikke muren. En als je daar dan in bent, in die toren, en je hebt genoeg water en eten, dan ben je onaantastbaar. He, dan, vooral vroeger, hè, nu tegenwoordig niet meer, maar vroeger wel. He, dan schoten ze met pijl en boog en ze gooiden met stenen en zo. He, maar als je in zo'n toren zat en zolang als je eten en drinken had, dan was je onaantastbaar. En zo wordt ook is ook de vreugde des Heren is een plek waar je onaantastbaar bent. He, dan ben je niet stuk te krijgen namelijk, staat hier. Het is uw toevlucht, uw sterkte, uw kracht. Dus het is zo vreselijk belangrijk dat we leren weer, voor zover je dat nog niet hebt dan, om je vreugde te vinden in de Heer, hè, om blij te zijn met alles wat God geeft. Hè, wat, dat is dus, hebben we ons laten inspireren door alles wat God aan ons aanreikt, hè, door het woord van God. Hè, want dat is, dan krijg je zicht op de eeuwige dingen. Ik wil even nog sluiten met een verhaal wat ik hier wel eens eerder verteld heb, heel vroeger denk ik. We hadden op een jeugdvereniging, ik was voorzitter van een kerkelijke jeugdvereniging. Het was ploegen op rotsen, want het waren allemaal jongens en meiden die helemaal geen interesse hadden in eeuwige dingen. Maar ik wilde wel toch ze wakker schudden, dus iedere keer hield ik een dagsluiting. En dan hoopte je maar dat er wat van overkwam. En dat heb ik heel lang gedaan, zonder resultaat, maar uiteindelijk heeft het wel gevolgen gehad, gelukkig, dat is nog een ander verhaal. Maar op die jeugdvereniging zat er een meisje, die heette Sita. En op een avond hadden we een keer een soort van themaavond op die jeugdvereniging. En toen moesten ze vertellen of ze wel eens wat hadden beleefd van God. Nou, er kwam niet veel uit hoor, maar Sita die vertelde toen dit verhaal. Ze zegt, ja, ik ervaar vaak wat van God. En toen vertelde ze hoe dat kwam. Toen zei ze, als ik uit school kom, toen ze nog op de lagere school zat, op die vereniging waren het meer tieners, hè, maar daarvoor waren ze op de lagere school natuurlijk geweest. Zegt, en als ik dan uit school kwam en er was wat gebeurd, iets akeligs, en dan zag mijn vader, die zag dat, hè. En die zegt, Sita, wat is er? En toen zei ze niks. Maar dan wist ze zeker dat als ze naar bed ging en dan kwam haar vader naar boven, naar bed, naar haar bed. En dan vroeg hij het weer, hè, van Sita, was er wat vandaag? En dan zei ze dan in het donker, toen vertelde ik het aan mijn vader, hè, van wat er gebeurd was. En weet je wat mijn vader dan deed? Dan zei hij niks van, je moet dit doen of je moet dat doen of zo. Nee, hij zei niks. Maar dan ging hij op zijn knieën, het was een hele eenvoudige, gelovige man, van weinig woorden. Hè, maar die ging op zijn knieën, zei ze dan. En dan legde hij zijn hand op mijn hoofd. En in Aalsmeer heb je allemaal kwekers, hè, de bloemenkwekers. Die had hele grove handen, zo'n hele sterke grove hand. Hè, die legt hij op haar hoofd. En dan zegt ze, en dan alles wat ik mijn vader had verteld, dat zei hij tegen Jezus. Hij zegt, en dan was Jezus er. Dat was heel wonderlijk. Iedere keer als hij het deed, dan was de Heer Jezus daar. Dat heb ik beleefd met God. Nou, op een gegeven moment toen ging ik na verloop van tijd, jaren later ging ik naar een bijbelschool in Schotland. En toen kreeg ik een brief van haar. En toen zat ze in de problemen, want ze had verkering gekregen met een ongelovige jongen. Een beetje een rouwdouwer was dat. En haar vader had wel eens gevraagd, geloof je wat? Geloof je wel? Ja, dat het vlees beter is dan de benen, zei hij. Dat was het enige geloof dat hij had. Maar ze zegt, ik ben toch zeker van dat het goed is, dat ik verkering heb met die jongen. Nou, ik las die brief. Op de bijbelschool, ik dacht, ja, moet ik nou terugschrijven, hè? Maak het uit, ja. Hè, ze wist zeker dat het toch van God was, dat het goed was. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik schrijven moet. Hè? Dus die brief heb ik al een paar weken, lag die op mijn tafeltje. En ik denk, ik mag dat kind wel eens terugschrijven zo langzamerhand. Hè? Maar ik had geen antwoord. Dus op een gegeven moment, toen heb ik het teruggeschreven van, joh, weet je wat je moet doen? Ik weet niet wat ik schrijven moet, maar ik zal even een slokje nemen. Ik weet niet wat ik je terug moet schrijven. Ik heb geen raad voor jou. Maar wat je moet doen is, leg die brief nou op je bed. En ga knielend voor je bed zo. Met die open brief voor je. En lees die maar voor aan God.
Lees die brief maar. De enige die weet wat je moet doen is God natuurlijk. Dan kan ik wel vragen van Heer, wat moet ik schrijven. Maar het is beter dat God zelf tegen... God die zegt niks tegen mij wat ik je schrijf moet. Dus je moet het echt zelf uit eerste hand aan God voorleggen. Nou, toen had die brief verstuurd. Ik denk, nou, ik heb me er wel makkelijk van afgemaakt eigenlijk. Hè. Maar toen kreeg ik heel kort daarna kreeg een brief terug. Van dat ze zo dankbaar was dat ik die brief had geschreven. Zegt, ik heb het gedaan, zei ze. Ik heb die brief op mijn bed gelegd, ben geknield, ik heb het aan God gezegd allemaal. En toen had ik het weer, wat ik met mijn vader beleefde, beleefde ik toen zelf ook weer, dat God er was. En toen moest ze natuurlijk zelf verder. En ze is, uiteindelijk is ze met die jongen getrouwd, die is tot geloof gekomen namelijk. Nou, die jongen, dat is ook heel grappig eigenlijk. Toen ze gingen trouwen, toen had hij allemaal koetsjes had hij besteld. Het was een beetje een behoorlijke vermogende jongen. Dus die haalde alles uit de kast om zijn huwelijksdag tot een succes te maken natuurlijk. Een beetje spectaculair. En het waren open koetsjes, maar het regende toen hij wakker werd. Ach mens, kijk nou, dat valt allemaal in het water. Hè. Hij zegt, en toen hoorde ik later, hè, ben ik op mijn knieën gegaan. Toen zei ik, heren, in zijn eigen woorden dan. Heren, ik heb dat allemaal besteld. En u houdt toch ervan dat mensen trouwen en wilt u toch... zorgen dat het niet verregent, hè? Dat die regen ophoudt. Nou, en hij zegt, ik heb me aangekleed en toen even later, een uur later of twee uur later, toen brak de zon door en het was zo'n mooie zonnige dag. Toen voor het eerst heb ik ervaren dat God ook naar mij luisterde. En dat is een heel gelukkig huwelijk geworden met die twee. Alleen jaren later weer, toen werd ik opgebeld. Ik woonde toen in een andere plaats. Ik werkte toen al bij de omroep, bij de EO. En toen kreeg ik een telefoontje van hem. Joh, wil je langskomen? Want Sita heeft kanker. Ik dacht, joh, dat is ook wat. Ik had nog nooit zoiets ergens meegemaakt. Ik ben altijd heel erg bevoorrecht geweest dat ik dit soort dingen, eigenlijk niet zelf in de kennissenkring ook, ik had dat weinig meegemaakt. Ik dacht, joh, moet ik daar dan mee? Hè? Ja, ik moet er toch heen? Dus ik was al getrouwd en toen, Jammie moest bij de kinderen blijven. Dus ik ben alleen in de auto gestapt, ben erheen gegaan. Ze lag in het ziekenhuis. En onderweg zei ik, heren, alsjeblieft, wilt u me toch laten zien wat ik moet zeggen? Of ja, wat ik moet doen? En toen kwam ik in het ziekenhuis en toen vroeg ik waar het was, welke kamer. Het was een kamer met 3, 4 lopende patiënten. Haar borst was afgezet en ze was lopend patiënt, maar geen privacy of niks. Dus ze moest alles maar verwerken te midden van die andere patiënten die daar lagen. Dus ik kwam daar en Jan die was er ook, haar man. En toen hebben we een stoeltje gepakt, een paar stoelen gepakt. En toen zijn we aan het eind van de gang gaan zitten, waar er was een raampje en vlakbij de lift. En er kwam de zon doorheen zo. En toen gingen we bij elkaar zitten. En toen zeiden we helemaal niks. En toen was het er weer, Gods aanwezigheid. Dat Gods aanwezigheid bracht ik met me mee. In alle hulpeloosheid er naartoe gereden. En toen zei ik, Heer, alsjeblieft, wilt u met me meegaan, want ik weet het niet. En toen mocht ik Gods tegenwoordigheid dan met me meebrengen. En toen hebben we daar met z'n drietjes hebben daar gezeten in Gods aanwezigheid. En toen vertelde ze later, dat is weer hetzelfde als wat ik met mijn vader beleefde. En met die brief ook weer. En op mijn trouwdag en in mijn huwelijk heb ik het zo vaak meegemaakt. En nu maak ik het weer mee. Dat was toen ze kanker had. En Gods aanwezigheid, dat tilde haar boven alles uit. En ons allemaal natuurlijk. Hè. Nou, ze heeft nog jarenlang heeft ze geleefd. Heel gelukkig met haar man. Ze is nu overleden. Maar dit zijn verhalen die voor mij zo belangrijk zijn. Van wat is het belangrijk dat we in Gods tegenwoordigheid zijn. Hè, dat hij, het, we hebben het erover gezongen ook. Dat hij het middelpunt is van ons denken. Dat laat elke alles vol zijn van uw liefde, Heer, of van uw aanwezigheid dan. Heer, maar wat is dat belangrijk? En ik heb dit wat ik jullie nu zeg, dat zeg ik ook tegen mezelf, dat ja, ik heb me weer voorgenomen om toch meer, hè, ik ben echt wel de Heer toegewijd hoor, hè, maar ja, hoe verder dat je op de weg komt, hoe meer dat de Heer ook je aanspreekt op dingen. Hè, dat, ja, hij bepaalt me er nou toch wel bij van, joh, je komt liefde of je komt vreugde tekort, hè, maar het heeft een oorzaak. Want overvloed van vreugde is bij mijn aangezicht. En als je mij zoekt, dan vind je alles.
En mijn vreugde, daar vind je je kracht ook in. En je wordt onaantastbaar wanneer je vreugdevol bent. En ik heb dat nodig. Hè, vooral nu ik wat ouder word. Hè, allerlei dingen die overvallen me nu een beetje. Hè. Mijn knieën worden stram, ik loop slecht. En ja, je wordt aftans en zo. Hè, en dat zijn allemaal dingen die, ja, waar je, als je daarnaar kijkt, dan word je niet vrolijk van. Hè, maar dan zegt hij, nee, niet daarnaar kijken. Hè. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hè, want je leven is verborgen met mij, met Christus in God. Hè, dat geef ik jullie, dat is mijn boodschap vanmorgen. Tegen mezelf en ook voor jullie dan. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hè, want je leven is verborgen met Christus in God. En dan zul je ook die vreugde vinden. Want je overvloed van vreugde is daar. En het maakt je onaantastbaar. Hè, de vreugde in de Heere is je kracht, is je toevlucht, is je vesting, hè, de verdediging tegen alles wat er op je afkomt. Zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich even de balans opmaakt. Hè, van, Heere, hoe zit het bij mij? Ben ik wel blij in u? En ben ik niet bezig met de dingen, de tegenwoordige dingen, hè, waar ik mijn vreugde in zoek? Hè, maar dat zijn allemaal vreselijk tijdelijk. En het is niet sterk genoeg om het te bewaren voor alles wat er op af kan komen in de toekomst. Hè, we weten niet wat er in de maatschappij gaat gebeuren en zo. Het is allemaal onzeker in de toekomst. Hè, maar de vreugde in de Heere, die is je toevlucht, is je kracht, is je... maak je onaantastbaar voor alles wat er op je afkomt. Hemelse Vader, wil u danken dat u hier bent, Heere, want in u leven wij, bewegen we ons en zijn wij. Heere, het is uw bedoeling dat we u zoeken en vinden. Vader, en u wilt ons overstelpen met uw heerlijkheid. Heere, met uw liefde ook, maar ook vooral met blijdschap. Heere, want het koninkrijk, uw heerschappij bestaat toch uit gerechtigheid, vrede en blijdschap ook. Vader, wilt u ons daar een honger en dorst geven naar die tegenwoordigheid van u, Heere, die dat allemaal met zich meebrengt, al die zegeningen. Heere, zodat we onaantastbaar zijn voor alles wat er op ons afkomt in de toekomst ook. Dank u dat we dit elkaar mochten zeggen, Heer. Dat was een beetje, voor mijn gevoel, ook een hele rare preek. Maar dank u dat u het wilt gebruiken, Heer. Dat als we zwak zijn, dan zijn we machtig, ook wat dit betreft. Heer, dank u dat we elkaar nu aan u mogen toevertrouwen, ook voor de rest van deze dag en voor de rest van ons leven zelfs, Heer. En laat het toch zo mogen zijn dat deze ontmoeting met elkaar toch een mijlpaal mag zijn in ons geestelijke leven. In de naam van Heer Jezus. Amen.